Record. Voilà, we zijn aan het opnemen. Dus, IA-test, als je dit aanduidt, ik wil elektronisch attesteren via IA-test, wat zeggen dat de elektronische getuigschriftjes gaat maken. Wat wil dat zeggen? De patiënt krijgt geen getuigschrift meer mee. De patiënt gaat gewoon een A4-papier meekrijgen. En met dat A4-papier moet de patiënt eigenlijk niks meer doen. Alles gebeurt in de achtergrond, automatisch wordt dan naar de mutualiteit doorgestuurd. En de patiënt krijgt dan normaal gezien binnen de 2 weken zijn terugbetaling terug. Dat is IA-test, dat is het bovenste deel. Het onderste stukje, wat er staat, IFACT, derde betaler. Daarmee heb je de keuze van, wil ik dat ook voor derde betaler doen, ja of nee? Wil ik elektronisch derde betaler doen, of wil ik dat nog altijd via papier doen? Dus je hebt altijd de keuze, het verschil, eigenlijk de keuze tussen, ik wil gewone getuigschriften elektronisch doen, en derde betaler elektronisch doen. Waarom zou ik dan u aanraden, elektronisch attesteren via IFACT? Omdat je dan ook geen getuigschriftjes meer moet printen. Je hebt gegarandeerd binnen de 15 dagen, binnen de 14 dagen een terugbetaling van de mutualiteit en zo. Als je nu wil dat die vraag niet meer elke keer komt, heb je de mogelijkheid om die voorkeur te bewaren. En dan wordt dat bewaard. Voor u als ingelogde verstrekker, bij mij is dat op dit moment Pierre Molaire. Als je dat in een groepspraktijk werkt, en je wilt dat bijvoorbeeld voor iedereen, dan is het makkelijker om hier ook eens aan te duiden, toepassen voor alle verstrekkers, en dan klikken op voorkeuren bewaren. Als je dat doet, dan kan je dat bewaren. Dat is nu bewaard voor alle verstrekkers. Stel dat er nu toch een tandarts is die zegt van, nee, ik wil daar allemaal niks mee te maken hebben met die elektronische dingen, dat is allemaal Big Brother, ik moet daar niks van weten, ik doe dat allemaal nog op papier. Dat is geen probleem, je kan dat altijd achteraf nog uitstellen, kan dat altijd achteraf nog veranderen per verstrekker. Hoe doe je dat? Of als je dat scherm niet ziet, wat je daarnet zag bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld op iets geklikt hebt, heb je altijd de mogelijkheid om dat aan te passen, als je klikt op instellingen en dan op verstrekkers. Dat is in de instelling dat je per tandarts kan instellen. Hier heb je dan het tabbladje getuigschrift. En bij het tabbladje getuigschrift heb je hier die 2 vinkjes. Elektronisch factureren via IFACT, elektronisch factureren via IA-test. Staan nu bij alle 2 aan. Hier kan je nog altijd perfect afvinken. Bijvoorbeeld voor IA-test is niet nodig. Of IA-test is hier wel nodig. Dus zo kan je dat eigenlijk doen. En je kunt dat per tandarts aanpassen. Je kunt hier met die pijltjes wisselen tussen tandarts. Ik ga het nu voor onze Pierre Molaire, onze voorbeeldtandarts, allemaal aanlaten. Nu, hoe werkt dat nu allemaal? Het is eigenlijk makkelijk. Ik ga een patiënt nemen, Bob de Ridder. Ja, een patiënt openen, zo, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Dan weet je wel hoe dat moet natuurlijk. En ik ga een behandeling ingeven. Omdat we nu toch allemaal thuis zitten. Allee, ik zit toch thuis, jullie zitten misschien nog met urgenties bezig. Ik ga het uitleggen aan de hand van de 2 nieuwe codes die gemaakt geweest zijn door de overheid. Dat zijn de codes voor teleconsultaties. Die vindt u onder raadpleging. Heb je hier telefonisch advies. Je hebt ook telefonisch advies tijdens georganiseerde wachtdienst. Dat is dan het nummer dat u mag gebruiken tijdens een georganiseerde wachtdienst. Die bovenste hier, telefonisch advies, die mag u 10 keer per dag aanrekenen. De telefonisch advies tijdens de georganiseerde wachtdienst mag u 20 keer aanrekenen. Maar je mocht ze wel niet alle 2 op dezelfde dag aanrekenen voor dezelfde patiënt. Dat gaat niet. Dus stel nu bijvoorbeeld het telefonisch advies. Ik ga dat nu afrekenen. Dan, ze gaat dan tenminste vragen van selecteer 0, 1 of meer tanden. Ik ga nu even 0 tanden selecteren en ik klik op OK. En dan heb je nu de mogelijkheid om dat te antidateren. Waarom? Die behandelingen mogen met terugwerkende kracht geattesteerd worden. Dus als u een lijstje bijhouden hebt van sinds begin van de coronacrisis heb ik zoveel keer telefonisch advies gegeven aan patiënten, kan je dat perfect met terugwerkende kracht tot 14 maart doen. Je ziet dat hier ook mooi staan in Dentamine. Je kunt niet vroeger dan 14 maart gaan. We hebben ervoor gezorgd dat je niet kan valspelen. Stel voor dat ik hier voor onze Bob de Ridder zeg van op 24 maart heb ik die gehoord. Telefonisch advies. En dan gewoon kunnen bijtypen doorverwezen. Dat kan u doen. En dan klik ik op OK. En nu kan je afrekenen. Dat is door hier te klikken op 1 behandeling attesteren. Zoals je normaal eigenlijk altijd doet.
de tarieven worden opgehaald bij de mutualiteit. Dat is de fameuze ITAR. Dat wil zeggen dat er een keer gekeken wordt. Als ik deze code naar de mutualiteit zou versturen voor deze patiënt, wat krijg ik als antwoord terug? Nu ziet u dat antwoord. Dat zijn twee groene schermpjes. Dat wil zeggen, groene schermpjes wil zeggen, het is oké, het mag een derde betaler. Als u dat met deze code gaat doen, telefonisch advies, gaan die schermpjes altijd groen zien. Je hebt nog twee andere mogelijkheden. Dat is dan twee witte schermen, dat wil zeggen het is een gewoon terugbetalingstarief, of twee rode schermen, dat wil zeggen de patiënt heeft geen recht op terugbetaling. Natuurlijk, in het kader van deze opleiding is allemaal een derde betaler, dus gaat u altijd een groen scherm zien. En dan zou je nu denken, ik klik nu gewoon op betaling en dan wordt een derde betaler gezet. Dat is niet waar. Je moet nog altijd opletten dat je hier aanvinkt, RDB indien mogelijk. Als ik dit ga aanvinken, dan moet u ook eens kijken. Hier hebt u het getuigschriftnummer. Dat is een G is een gewoon getuigschriftnummer. Als ik hier ga aanvinken RDB, verandert dat naar een EG, een elektronisch getuigschrift. Dat is omdat ik heb aangeduid in de instellingen van mijn verstrekker, als ik derde betaler doe, maak daar een elektronisch getuigschrift van. En nu kan u klikken op betaling. Te betalen staat op 0 euro, dat is normaal. Die patiënt moet zelf niks betalen, het is een derde betaler. Dus ik klik op betaling en dan op oké. En nu hebt u uw eerste elektronisch getuigschrift in derde betaler gemaakt. Gaat dit papier hebben, dat is een bewijsstuk geneeskundige verzorging voor de patiënt. Dit moet u afdrukken en afgeven aan de patiënt. En kan u dit nu gewoon sluiten, dat wordt automatisch bewaard in de patiëntenfiche. Okay. Hoe weet je wat dat in de patiëntenfiche zit? Dat is door hier in het tabbladje communicatie te gaan kijken. In het tabbladje communicatie zie je normaal gezien sowieso altijd uw geschiedenis van alles wat u ooit gemaild, ge-sms'd, afgeprint hebt voor die patiënt. En hier heb je nu het bewijsstuk geneeskundige verzorging. Als de patiënt dat vraagt om dat bijvoorbeeld via mail te krijgen, kan je dat altijd gewoon open doen door het op de dubbel klikken. En wat ik dan altijd voorstel is, klik hier op de knop PDF bijlage. Als u daarop klikt, dan gaat hij dit bestandje, dat u nu op het scherm ziet, omzetten naar een PDF. En dan kun je kiezen, wil ik dat via een e-mail verzenden of als e-healthbox bericht. Aangezien dat ik dat naar de patiënt wil sturen, is dat gewoon via e-mail. Een e-healthbox bericht, dat is alleen maar om berichten te versturen naar andere medische professionals. Dus ik klik op e-mail. En nu komt u terecht in het e-mailscherm van Dentamin. Staat hier als een bijlage automatisch het bewijsstuk geneeskundige verzorging als een PDF bij. En nu moet u hier nog gewoon het e-mailadres van de patiënt invullen. Natuurlijk, er is Dentamin, we hebben over alles nagedacht. Er is ook een makkelijke manier. U moet hier niet handmatig het e-mailadres van onze Bob de Ridder gaan ingeven. U kan gewoon hier in dit scherm aan de rechterkant bij patiënt gaan. En dan algemeen, dan hebt u hier patiënt e-mailadres. Als u daarop dubbelklikt, wordt automatisch hierboven dan het patiënt e-mailadres ingevuld. En nu kan u nog een tekstje hier typen, beste in bijlage uw bewijsstuk. En dan kan u klikken op verzenden. Ik kan dat natuurlijk niet verzenden, want ik heb geen e-mailadres voor mezelf en verzender ingesteld. Maar zo kan u het dus wel verzenden. Het was die foutmelding dat ik een keer wou kijken. Ik heb geen e-mailadres ingesteld op deze computer. Dat is daarmee. Ziezo. Tot zover. We hebben nu een derde betaler, dus een teleconsultatie, aangereikt. We hebben het elektronische getuigschrift gemaakt in derde betaler. Maar dit is nog niet verzonden naar de mutualiteit. Het moet nog altijd verzonden worden naar de mutualiteit. Hoe doe je dat? Dat gaat u vinden in Dentamin. Heb je links onderaan hier het financiële scherm. Als dat er niet zo uitziet bij u, dat kan zijn dat het bijvoorbeeld naar boven getrokken geweest is en dat u gewoon hier financieel moet drukken. Ik ga dat weer eventjes wat kleiner maken. Ik vind dat persoonlijk wat mooier.
En hier aan de linkerkant, in de linkerkolom, hebt u de knop derde betaler. Nu komt u automatisch terecht in het stukje e-fact te verzenden. Dit zijn eigenlijk alle elektronische getuigschriftjes die nog moeten verzonden worden naar de mutualiteit. Als u vroeger op papier werkte, moet u dit zo soort zien als de verzamelstaten die u vroeger opstuurde naar de mutualiteit. Die worden ook opgesplitst per mutualiteit en per tandarts. Vroeger was het zo, als u papieren verzamelstaten opstuurde naar de mutualiteit, dan mocht u dat één keer per maand doen. Als u elektronisch derde betaler gaat gebruiken, dan mag u dat maximaal één keer per dag doen, per tandarts, per mutualiteit. Wat wil dat zeggen? Als ik nu bijvoorbeeld hier als tandarts Pierre Molaire vandaag dit zou versturen naar mutualiteit 100, mag ik vandaag geen enkel elektronische derde betaler getuigschrift meer versturen voor de 100, voor de christelijke mutualiteit. Als ik vandaag nog andere patiënten heb, voor de 400, voor de 500, enzovoort, enzovoort, die mag ik wel allemaal nog versturen. Dus wat ik persoonlijk aanraad, is eigenlijk om gewoon op het einde van de werkdag, 's avonds, naar dit scherm te komen, e-fact te verzenden, en dan gewoon linksboven op de knop verzenden te drukken. Dan gaat u al uw zendingen van die dag versturen in één keer. Dan gaat het ook sneller zijn dat u uw geld krijgt van de mutualiteit. En dan, hoe sneller, hoe beter altijd natuurlijk. Hè. Ik ga dat nu eventjes verzenden. Dat is gewoon op die knop klikken. Even geduld, bezig met versturen. Dat is al verstuurd naar de mutualiteit. Dat is, je moet het een beetje zien zoals we hebben de verzamelstaat van een papier van vroeger in een envelop gestoken, op de brievenbus gedaan. Het is onderweg naar de mutualiteit. Hoe kan je dat nu controleren? Dat is ook wel altijd een belangrijke natuurlijk. Dat is op die knop e-fact verzonden. Hier zie je nu al uw verzonden e-fact en ook hun status. Ik heb er hier nu twee, omdat ik daar juist ook eventjes een test gedaan heb om te zien wat dat lukte. Ik heb één voor de 900 en één voor de 100. In dit zicht zie je alles. Ik persoonlijk ben fan om die layout onder elkaar weer te geven. Waarom? Omdat ik persoonlijk dat makkelijk vind, omdat je dan heel mooi hier bovenaan alles in één zicht hebt. En onderaan zie je dan direct ook de details van de verzending. Als het over meerdere getuigschriften gaat, als u klikt op een lijn, gaat u op deze lijn alle getuigschriften zien die verzonden zijn voor die zending. En dan kan u altijd onderaan kijken, ah, dat is voor die patiënt, dat is telefonisch advies, met die code verstuurd is met dat getuigschriftnummer. Wat zie je hier nu allemaal? Je hebt boven de status in afwachting. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Als hier staat in afwachting, dan wil dat zeggen, als u uw muis daarop slaat, gaat u dat ook altijd uitleggen wat die status wil zeggen. Dit wil zeggen, de MyCareNet heeft de zending goed ontvangen, maar de mutualiteit heeft nog niet bevestigd of ze die zending gekregen hebben, ja of nee. Die statusen gaan veranderen. Natuurlijk, hier, ik ga dat manueel veranderen in de database. Als ik dit nu vernieuw, dan ziet u, nu staat die status op aanvaard. Dit gaat normaal, dat is de standaard status die ervan komt, als de mutualiteit heeft alles gecontroleerd en zij hebben gezegd, oké, het is aanvaard, correct afgehandeld en u bent door de mutualiteit uitbetaald. Als zo'n status in het groen staat, dat wil zeggen dat u het geld kan verwachten op uw rekening. Dat kan maximaal 2 weken duren na de verzendingsdatum. Dus wij hebben u verzonden op 16.04. 16.04 plus 2 weken later, dat is mooi, dat is 30.04. Dus tegen de laatste eind april zouden wij de moeten betaling ontvangen hebben op de rekening van de praktijk. Het is belangrijk dat je het juiste rekeningnummer natuurlijk invult in de instellingen. Naar welk rekeningnummer wordt dat overgeschreven? Dat zie je hier staan. Rekeningnummer PE, dat is een fictief rekeningnummer. Waar kan u dat rekeningnummer terugvinden? Dat is opnieuw bij instellingen verstrekkers. En hier bij getuigschrift kan u aanduiden, is een getuigschrift, is dat onder naam van de vennootschap, ja of nee? Indien dat een getuigschrift onder naam van de vennootschap is,
dan gaat het rekeningnummer dat bij de vennootschap ingevuld staat gebruikt worden. Als hier bij getuigschrift, als u niet werkt onder een vennootschap, dan wordt het rekeningnummer gebruikt dat hier staat bij rekeningnummer. Dus dat is wel een belangrijke. Sowieso, als het rekeningnummer niet is ingevuld in Dentamin, gaat u een foutmelding krijgen op het moment dat u probeert een elektronische derde betaler te verzenden. En dan wordt u automatisch naar dit scherm meegenomen en gaat hij met een rood kadertje zeggen van rekeningnummer is niet ingevuld. Nu, stel alles loopt goed, dit is aanvaard. De mutualiteit betaalt 20 euro uit. Hoe kan u dat dan boekhoudkundig in Dentamin goed ingeven? Dat moet u manueel doen. Wij hebben geen recht om op uw bankrekening te kijken om te zien wat er geld toegekomen is. En dat is een beetje GDPR-gewijs totaal niet in orde, dus wij doen dat niet. Stel dat u die betaling ontvangen hebt, gaat hier ook altijd, als het aanvaard geweest is, effectieve mutualiteit, gaat hier een referentie in staan. Aan de hand van dat referentienummer, dat is een gestructureerde mededeling, gaat u dat kunnen opzoeken op uw bankrekening. Gaat u kunnen zien, van, heb ik een overschrijving gehad met die referentie? Zo ja, dan kan u bovenaan hier op de knop betaling toevoegen klikken. Als u hierop klikt, gaat u nog eens een lijst krijgen met alle referenties en de datum waarop u het bedrag ontvangen hebt. Dat is het enige wat u eigenlijk moet invullen. De datum waarop het bedrag ontvangen is, en dan kan u klikken op OK. En dan gaat deze lijn er zo uitzien. Is boekhoudkundig alles in orde en gaat de qua omzetcijfers, qua dagboekcijfers in orde zijn. Dat is natuurlijk allemaal in het ideale scenario dat dat aanvaard wordt direct. Stel dat u bijvoorbeeld zit met een verwerping. Dan is de status verworpen. Dat wil zeggen, de zending werd verworpen, is nog niet gecorrigeerd en opnieuw verzonden. Dat wil zeggen, er is iets mis met die zending gebeurd. Wat er dan gebeurt, dan gaat er normaal gezien qua reden, gaat er hier iets staan, daar kan u op klikken. Dat is de reden dat de mutualiteit doorgegeven heeft voor de weigering. Dat is een reden, dat is niet iets dat wij genereren van Dentamin, dat is iets dat door de VI's gegenereerd wordt en aan de hand van die foutmelding kan u misschien weten wat is er mis. Als het gaat over teleconsultaties, gaat u dat normaal gezien nooit hebben. Het kan soms zijn, wat er gebeurt is als u bijvoorbeeld een onder- en een bovenprothese tegelijk attesteert, een derde betaler, en u stuurt dat door en het stappenplan bijvoorbeeld staat niet op hetzelfde getuigschriftnummer als de prothese zelf, dan gaat er hier staan, geweigerd, reden aan voorafgaande voorwaarden is niet voldaan. Dat wil zeggen, dat is hetzelfde bijvoorbeeld als u zou proberen een kleeftechniek apart te attesteren zonder dat u een vulling doet. Die twee horen bij elkaar, die moeten op hetzelfde getuigschrift zijn. Dat is een van de meest voorkomende redenen. Hoe kan u dat dan corrigeren? Dat zegt ook altijd de muis. Als u de muis daarop laat staan, zegt bekijk met de correctiewizard opnieuw te verzenden. Dan hebt u hier linksboven onze tovenaar, dat is de correctiewizard. Als u daarop klikt, gaat hij u de correctiewizard openen. Die gaat zeggen, wat is er mis met dat getuigschrift? Dit en dit en dit moet er allemaal aangepast worden. Dan kan u dat allemaal aanduiden. Ik kan dit jammer genoeg niet demonstreren, omdat ik geen echte reactie van de mutualiteit gekregen heb met een effectieve foutmelding. Ik heb dat een beetje geforceerd in de database. Maar die correctiewizard zit goed in elkaar. Die gaat u zeggen van kijk, met dit getuigschriftnummer is deze foutmelding gebeurd. Dit is er mis mee. En dan kan u kiezen van ik wil die prestaties opnieuw attesteren. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat de patiënt op het moment van attesteren geen recht meer had op derde betaler, maar dat niet doorgegeven was. En dan kan u de patiënt opnieuw attesteren met de correctie, met de correcte tarieven dan. Dat is geweigerd, dat wil zeggen, dat is een beetje hetzelfde als verworpen eigenlijk. Het verschil tussen die twee is, verworpen is de volledige zending. Geweigerd wil zeggen dat er van een 1 of 2 of 3 getuigschriftjes van de zending een fout is, en dat er dus een stuk geweigerd is en de rest is wel aanvaard geweest. Wanneer gebeurt dat ook? Als u een zending verzendt en meer dan
moet ik juist zeggen, meer dan 5% van de getuigschriften hebben een geweigerde status, dan wordt de volledige zending ineens verworpen. Daarmee dat ik ook de voorkeur aangeef om dagelijks te versturen, omdat u dan minder kans hebt dat er bijvoorbeeld meer dan 5% fouten in zitten. Als u er 5 verzendt op een dag, gaat dat dan statistisch gezien minder voorkomen dan als u bijvoorbeeld voor 1 maand verstuurt en er zitten daar een paar foutmeldingen in. Dus daarmee, en dat is ook makkelijker op te volgen dan. En de laatste status dat u ook soms kan zien, dat is niet ontvangen. Dat wil zeggen, er is iets misgegaan tussen de MyCareNet en de mutualiteit. Dat is niet doorgeraakt tot bij de mutualiteit. Als u die status ziet, dan gaat u gewoon op correctiewizard kunnen klikken. En dan gaat u deze boodschap zien. Alle getuigschriften zullen automatisch in de volgende zending hernomen worden. Wat wil dat dan zeggen? Dentamin gaat automatisch van die niet ontvangen verzending alle getuigschriftjes annuleren en in een nieuwe zending maken. Ik ga even klikken op ik begrijp het. Ja, natuurlijk, in mijn demo-database gaat het daar moeilijk over doen. Maar, voilà, dan gaat dat veranderen naar gecorrigeerd. En dit wil zeggen, die zending is geweigerd geweest, ze is gecorrigeerd geweest en ze staat klaar. Als ik hier eventjes op vernieuwen druk. Ah ja, het is geen echt getuigschrift, dus nu gaat dat niet gaan. Dan gaat die terug verschijnen en te verzenden en kan u die opnieuw versturen. Natuurlijk, hier is dat allemaal, omdat ik heb geen reacties gehad van de mutualiteit, dus zit dat in de achtergrond allemaal, de bijkomende stapjes zitten daar niet bij. En dat is eigenlijk elektronische derde betaler. Hoe dat het werkt in Dentamin. Je ziet, dat kan heel snel gaan allemaal. Ik heb het nu heel uitbundig en veel uitleg gegeven. Het kan ook sneller gaan hoor. In theorie, ik ga u nog eventjes om te tonen hoe snel u zoiets kan doen. Ik ga gewoon eventjes een 40-jarige patiënt hier nemen, onze Thomas de Bok. Ik ga net hetzelfde doen, maar zonder uitleg, zodat u kan zien hoe snel dit kan gaan. Raadpleeg, telefonisch advies. Oké, datum pak neem vandaag. Ik zeg gewoon advies. Oké. 1 behandeling attesteren. RDB betaling. Oké. Het wordt doorgestuurd aan de mutualiteit. Bewijsstuk wordt opgeslaan voor de patiënt. En u kan nu in derde betaler kijken. IFACT te verzenden. Kan onmiddellijk verzenden en gewoon wachten 2 weken later tot als de mutualiteit betaalt. Voilà, dat was mijn uitleg eigenlijk. Bedankt voor uw aandacht en ik hoop dat het informatief was voor u. En wij zien elkaar in een volgend filmpje nog eens terug. Bedankt!